Bij een verkeersongeval zijn 13 personen in een trends beland. Drie kinderen, een baby van anderhalve maand oud, een kind van 3 en 1 van 7 jaar hebben zware letsels opgelopen. De overige inzittenden hebben lichte verwondingen opgelopen. Het verkeersongeval heeft zich voorgedaan aan de Kennedyweg. De afdeling Public Relations van de politie meldt dat de bestuurder Michael K heeft verklaard dat hij bij het beschrijven van een bocht de controle over de besturing van het voertuig had verloren. Daardoor ging de bestelwagen over de kop en belandde het in de aangrenzende trends.